voor de tweede achtereenvolgende week speelt Excelsior Maassluis tegen een ploeg uit Spakenburg. Vorige week door Pieter Langendijk, die hier de eerste kans van de wedstrijd krijgt, werd er gewonnen van IJsselmeervogels. 8 wedstrijden was dat winnen niet gelukt. 5 nederlagen en 3 gelijke spelen. En deze mensen verwachten nu ook een overwinning als Spakenburg op visite is. Spakenburg heeft moeie kuiten. En dit schot gaat net langs de goal. Fink is de man die de bal raakt. Want Spakenburg moest tot het gaatje gaan tegen Katwijk. Maar heeft wel de volgende ronde van het bekertoernooi. De kwartfinale bereikt hier. Wordt Hens gemaakt. En de scheidsrechter is er als de kippen bij om daar geel te geven. Gele kaart is er voor Tobias Kleiweg. Het wordt wel een vrije trap. En deze mensen halen opgelucht adem, want zagen de penalty al in de lucht hangen. En dan is het de rebound uiteindelijk, die wordt binnengeschoten. Het doelpunt is van Joeri Koelewijn, een echte Spakenburgse naam. Eerst is daar die vrije trap van Vince Gino Dekker. En dan kan Tom Box daar wel een hand achter krijgen, maar niet meer dan dat. Het zijn de nummers 11 en 9. Spakenburg heeft 2 punten meer dan Excelsior Maassluis. En hier is Maassluis met nou, toch een aardige poging weer. Pieter Langendijk, hij heeft er al 13 in liggen dit seizoen. Nummer 14 laat dus nog even op zich wachten. Nick Verhagen met een balletje, zoals dat zo mooi heet, over de hele. En proberen dan bij Excelsior Maassluis een gaatje te vinden in de hechte defensie. Het is zoeken en het is niet eens zo heel veel schelen. Poging van Vince Gino Dekker, man die ook de penalties neemt, maar tegen Katwijk al was gewisseld toen die serie dus kwam. Hier is Langendijk en hier is een top van een kans toch voor Bram Wennekers. Ja, die mag er gewoon in. Bram Wennekers met een enorme kans en Spakenburg kan in dit geval opgelucht ademhalen. Zijn nu in de tweede helft met weer Dekker. En weer het vragen om een hensbal. En weer wordt dat beloond. Nu komt de bal wel op de stip. Want waar het net nog tot opluchting van alle Maassluizenaren net buiten de 16 was, is het er nu natuurlijk vol in. Hensbal is van El Baat. En daar is dan toch de man van de penalties. Vince Gino Dekker was van de week dus al gewisseld. Het maakt zijn eerste doelpunt pas dit seizoen. Hè? 7 mei. Maakte die zijn laatste doelpunt. Hier dan nog een keer Maassluis met een poging. Geven uiteraard niet op, zou je zeggen. Dat was Gabriel Urbanus. Maakte al 4 doelpunten dit seizoen. Maar het gaat heel erg veel om Pieter Langendijk natuurlijk. 13 treffers, 6 assists. Dat zijn cijfers waar je mee thuis kan komen. Spakenburg gaat dan ook nog voor de derde. Maar die hoeft Tom Box dan niet te incasseren. Deze poging gaat voorlangs de goal. Westdorp, een van de invallers bij Spakenburg. En draaien en schieten. Het scheelt allemaal niet zo heel erg veel. Kans nog voor Luc Admiraal. Excelsior Maassluis heeft niks te vertellen. Het was dus een opleving, maar hier had hij er toch wel in gemogen. Goede redding van Alessandro Dame zich van heel dichtbij. Het schot is van Nino van de Beent. Krijgen we dan toch nog een slotakkoord. Ja, want hier is Wennekers en weer Alessandro Dame, de oud-doelman van Excelsior. En oud-keeper ook van ADO Den Haag. Er wordt nu geroepen dat er een overtreding is gemaakt. Kijk hier, Wennekers. Daar waren er wel meer bij de bal. Wat een ruimte is daar dan ineens toch om te schieten. Om Tom Box nog eens een keer te testen. Maar het is uiteindelijk niet gegeven aan Robin Eindhoven, ook al een invaller. De invallers worden gebruikt door Chris de Graaf. Er zijn er natuurlijk toch een heleboel die aan het einde van de rit wat moeie kuiten kregen. Nou, nog een keer, dan maar schieten. Het is wat eenrichtingsverkeer geworden. Eindhoven schiet de bal over de goal. De overwinning is er wel. Mooie week voor Spakenburg. Kwartfinale beker en winnen van Maassluis.